Hij zat eerst op uw schoot, daarna naast u en nu voorin. Hoe komt dat? Ik wacht op de politie. Ja, ik wacht ook op de politie, maar waarom doet hij dit? Ik wacht op de politie. Maar wat doet die hond? Even serieus. Wat doet die hond? Ja. Leeft in een vrije maatschappij. Luister, dit is mijn taxi. Wilt u uw hond alsjeblieft pakken? Meneer, wilt u die hond alsjeblieft pakken? Ik zal hem even... Want hij heeft het helemaal vies gemaakt. Ik denk dat u hem gaat vermoorden, dus ik pak hem even. Vermoorden? Ja, dat denk ik. Dat ja, en waarom? U gaat hem vermoorden omdat het vieze hond is. Ja, omdat ik moslim ben, hè? Ja. Ja, dat wilt u zeggen, toch? Omdat ik moslim ben. Christen, u wilt geen hond. Ik wil geen. Als ik geen hond had gewild, had ik ook niet geaccepteerd om in de taxi te stappen, toch? U hebt het geaccepteerd. Dus ja, ik heb het geaccepteerd. Waarom heb ik het geaccepteerd? Dus, dan moet u niet. Omdat ik geen probleem vond, toch? Dan moet u niet zo onlogisch zijn. U hebt nog onlogisch? U maakt het onlogisch. Het is heel erg dat ik moet vragen of ik een hond mee mag. We leven ja, oké. Okay. Dit is mijn taxi, dus ik heb de recht. U hebt geen recht meer. U hebt mij geaccepteerd met hond. Ja, dus daar. Het is al heel erg dat we daarover moeten discussiëren. Ja, u maakt er discussie van. Ik zei, oké, ik accepteer het. U stapt uit, u zet mij hier vast. U gaat niet waar. Ik heb een contract met u om mij te brengen. Luister. Meneer, u moet mij brengen. Nee, ik breng u niet. Ik breng u niet. Dan bent u schadeplichtig. Schadeplichtig? Ja. Ook als u discrimineert. Ook als u discrimineert. Ik pas op. Ook als u discrimineert. Ik leg beslag op. Ja, ook als u discrimineert dus. Altijd. Heeft u de recht? Altijd. Heeft u recht? Al die mossen die moeten flikkeren. Weg. Moeten weg. Druit. Ga je geweld gebruiken? Oh, geweld. Ik heb een mes. Ja? Oh, u wilt Ga je geweld gebruiken? Dus ik ga geweld gebruiken. Maar u heeft een mes. U bedreigt. Ik bedreig? Ja, u bedreigt. Ik zeg alleen uitstappen. Bedreigd. Ik zeg alleen uitstappen. Ik voel mij bedreigd door u. Ik ga aangifte tegen u doen. Ik voel mij bedreigd. U zegt dat u een mes heeft. Ik voel mij bedreigd. Meneer, ik ga u aangifte doen. Ja? Ik ga aangifte tegen u. Meneer, alles staat op de camera, dus ik weet niet wat u van plan bent. Ik ga aangifte tegen u. Alles zit op camera. Dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Dus u voelt zich bedreigd. Ik voel mij bedreigd. Ja, ik voel mij bedreigd. Omdat... Zo, dat vind ik bedreigd. Oh, zo, ik wat heb erg. Flauwekul. Ja, u zegt dat u een mes bij u heeft. U bedreigt. U zegt dat u een mes bij u heeft. U bedreigt mij. Ik bedreig u? Ja. Wat heb ik gezegd dan? Omdat u die deur open doet. Oh. Dat vind ik angstig. Oh. Vind ik angstig. En wat doet die hond hier? Ik ben passagier van u. U maakt mijn rit niet af. Ik heb de recht om de rit niet af te ronden. U heeft niet het recht om te blijven zitten. Maar dan hier, hè. Ik ben hier in een taxi. And he discriminates non-Muslim clients. And now I sit in a taxi at Witte Huis. You know Witte Huis? Now there is a bar there. Anyway, we are sitting now on the way to you too. It's with my Sarah. Come and see you. But he is... does not want to transport dogs. First he let me in, but then he thinks a dog is dirty. Because it's in Quran, dogs are dirty in Quran. You know? Now, I have stopped here. He is not bringing me any further. He's now calling the police. And I don't know. I probably end up in jail because I'm against Muslims in my country. I thought it was a free country here, but it is not. Will you come visit me in jail the coming months? Will you? No, I go to jail. I don't pick up on this. I have a contract with this guy. He must bring me to you. And he is not bringing me to me because he is discriminating white people. He stops. He fucking stops. This country is really getting mad. It's unbelievable. It is unbelievable. No, you stay there, huh? You Sarah have with you?
No? Yeah, but what's his time now? I know, I wanted to be there at 5, but this is a fucking chauffeur who doesn't bring me here. There. It is now 5:10, darling. So, you stay till 6? In 6 I probably am in jail. Because the Muslims always get it right in this country. I told you something. You know? And now he's filming me. He's a very tough guy. He's making a film of me. Hey guy, fucking Muslim. So he's filming me, so he makes a case against me. But he does not know that I will arrest his car, Mihut, fucking guy, to make my claim against him. So his car will be dead tomorrow. Yeah. Okay. I will now read something on my telephone. This lovely guy is still filming me. Terrific guy. Terrific guy. He's such a nice guy. He's a fantastic guy. I love this. It's a... Zo, jullie zien het, mensen. Echt triest. Triest. I was in the backseat. He then takes out the back door and really threatening me. It's really scary. It's such a scary guy. I don't know how to defend myself. You know? Yeah, you tell me to not take this kind of people. I know, but he's... You know, it is so threatening. Anyway, we sit here. I think I will try to get this restaurant bar to take a beer, to get the beer. Okay. Darling, hope to see you later. You know, Zora. En nu? Waar is de politie? Uw politie, waar komt die? Ja, die komt. Die komt, ja. Dus daar wachten we op. Ja, daar wachten we op. Maar wat doet die hond nog steeds voor in... Ja, die mag daar zitten. Die mag daar zitten? Van wie? Van u, want u hebt een taxi die een hond heeft. Van mij? Ja. Heb ik gezegd dat die mocht zitten voor? Interesseert me geen reet. Interesseert mij... Interesseert jou niet, ja. Dit is mijn taxi. Die hond is hier. Het is mijn taxi. Laat u hem doodmaken, in de gracht gooien. Het is mijn taxi, meneer. Meneer, interesseert me... Ja, ik ben blij dat uw taxi is. Ja, het is mijn taxi. Ik heb de recht om het niet te accepteren. Daar ga ik beslag op leggen op uw taxi, morgen. Ja? Ik heb een grote claim tegen u. Oh, wat erg. Omdat u mij niet... Ben ik niet bang? Nee. Ik ga mijn deurwaarde beslag leggen. Ik ben advocaat. En morgen ga ik mijn deurwaarde beslag leggen. Nou, slaap dit op, joh. Ik ben advocaat, meneer. Ja, dus? Op een groot kantoor tegenover het bouwcentrum. Tegenover. Ja, dus? Denkt u dat ik niet weet wat mijn recht is? Gaat weg. Denkt u dat ik niet weet wat mijn recht is? Gaat allemaal weg. Denkt u dat ik niet weet wat mijn recht is? Ja, die moslim. Ja, of je een advocaat bent of niet. Ik weet wat mijn recht is, toch? Ik ben in de bijstand, die weet allemaal wat er is. Bijstand. Zit ik in de bijstand? Zit ik in. Betaal ik al die kutbankkamer. Zit ik in de bijstand? Turken, die betaal ik allemaal. Zit ik in de bijstand? Waarschijnlijk uw moeder, uw vader, iedereen. Zit ik in de bijstand? Ik probeer toch te werken? Ik probeer toch op een eerlijke manier te werken, joh!